hebben goede verwachtingen van het ondernemersfonds, staat in het raadsakkoord. Is dit de eerste miskleun van de raad? Nou, de drie grootste partijen hebben met elkaar besloten dat ze positief staan tegenover een ondernemersfonds. Ronald Kleijsen, die een voortrekker was van het ondernemersfonds, die zegt van joh, ik wil er niets meer mee te maken hebben. Dat is altijd de zwakste schakel als je wegloopt. Er is maar één weg en dat is een gemeentebreed ondernemersfonds. Want onze rol is niet om te beoordelen of een ondernemersfonds een goed initiatief is. Er is geen enkele ondernemersgroep die uitgelegd is, wat gaan wij nou terugkrijgen voor die 50 of die 100 of die 5000 euro? I'm of the deep end. Watches, toen ik 14 jaar geleden in de gemeenteraad kwam, toen hadden we bijna dezelfde problemen als nu. Hebben we gewoon 10 jaar hebben we niet gebouwd. Ja, dan loop je nu keihard tegenaan. Laten we nou toch echt eens kijken naar wat andere flexibele woonvormen. En als je inderdaad hoort wat de SGP wil, dan komen we er inderdaad nooit. In de shallow, we're far from the shallow.